liggen heel breed. En al ruim 50 jaar zit je en heb je in allerlei besturen van verenigingen en stichtingen gezeten. Het begon allemaal zo'n 50 jaar geleden toen je lid werd van het jongerenkoor JKD. Zingen vond je leuk en zeker omdat het biedt met missen waren in de kerk. Iets dat in de jaren 70 veelvuldig voorkwam. 2 jaar later trad je toe tot het bestuur en daar maak je tot op de dag van vandaag nog altijd deel van uit. Je bent begonnen als penningmeester, voorzitter, vicevoorzitter en nu weer penningmeester. En het geeft wel aan dat je medeverantwoordelijk wil zijn voor de beslissingen. Je hebt het jongerenkoor van nabij zien veranderen, naar een liturgisch koor, tot een modern, zelfstandig opererend koor dat grote evenementen aan kan. Zoals in 2017 een grootse voorstelling met mozaïek uit Angeren en in 2018 met de Passion met de Harmonie Doornenburg. En bij beide evenementen was je medeverantwoordelijk voor de technische en de financiële organisatie. En je organiseerde activiteiten zoals fancy fairs om inkomsten te genereren. En ook werk je mee aan de jaarlijkse rommelmarkt, waar de inkomsten bestemd zijn voor projecten in derde wereldlanden. Ook de jaarlijkse collecte van KWF in Doornenburg wil je coördineren. En volgens mij doe je dat ook al zo'n ruim 40 jaar inmiddels. Je bent een bekende Doornenburger. Je hebt veel bestuurservaring opgedaan. Niet alleen bij JKD, maar ook als bestuurslid van het schoolbestuur, de Doornik, en als lid van het kerkbestuur. En het is dan ook niet vreemd dat je in 2012 gekozen wordt als bestuurder van ontmoetingscentrum Doornenburg. Je nam de taak van voorzitter op je en dan sta je voor de uitdaging om de ontmoetingscentrum weer draaiende te maken. En dat is gelukt. Het is een modern ontmoetingsgebouw dat Doornenburg waardig is. Willy, je bent van vele markten thuis. Je doet altijd vrijwilligerswerk naast jouw fulltime werk als industrieel automatiseerder. En dat verdient respect en waardering. En daarom heeft koning Willem-Alexander het behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.